Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We hebben een hele feestelijke avond, want ik heb dit al mogen lezen. Dat hebben jullie nog te goed natuurlijk. Schemerleven, Jaap Robben, toen ik hoorde dat je met een nieuw boek kwam, dacht ik, wat er ook gebeurt, ik wil Jaap spreken over zijn nieuwe boek. Dus hierbij, fijn dat jullie er zijn. En je bent de eerste. Ja, inderdaad. En dat heeft ook wel het voordeel dat ik me frank en vrij voel om je van alles en nog wat te vragen. Over het boek, over je werk enzovoort. En ik wil eigenlijk met dit beginnen. Ik weet niet wie het AD of... En dat vond ik echt heel erg mooi. Als ik ongemak voel bij wat ik schrijf, is het goed. Daar ga ik je natuurlijk heel veel over vragen. Ik heb het boek mogen lezen. Wij boekverkopers hebben soms een voorrecht. Dit heb ik gekregen. Heel mooi. Want dat valt prachtig open. Dus het lezen is dan ook een genot. Maar behalve dat het boek er heel mooi uitziet en ook het omslag, daar gaan we het zo nog over hebben. Ik heb het in 1,5 dag gelezen en ik kan alleen maar zeggen dat het teder is. Heel teder en heel fijngevoelig. Dat ik tot de laatste zin echt geboeid heb zitten lezen. En ik heb net heel even met jou besproken dat ik ook wel omzichtig met de inhoud om wil gaan. Omdat het boek is heel erg mooi gecomponeerd. En dat wil ik, dat genot, leesgenot, wil ik niemand ontnemen. Dus misschien spreken we af en toe in raadselen. Maar u kunt het boek gewoon aanschaffen en zelf dat... die leeservaring ondergaan. Dus dat is even een korte uitleg als ik soms wat in raadselen spreek. Okay. Ja. Ja. Toch in dit interview, wie heeft dit interview gezien of gelezen? Niemand? Misschien wil je zelf toch kort zeggen waar het boek over gaat. Ja, natuurlijk. Het gaat over Frida Tendelo, een vrouw van 82, die eigenlijk het eerste hoofdstuk begint als ze de eerste nacht in een verzorgingshuis woont. En ze kan eigenlijk niet goed slapen, het kussen ligt niet lekker, want trouwens is ook niet zo prettig. En ze is daar komen wonen omdat haar man vrij plotseling overleed. Iedereen ging er altijd vanuit dat zij haar man wel zou overleven. En ineens valt haar man om en is ze zelf alleen. En juist door zijn verlies verwacht iedereen dat ze om haar man zou rouwen. Eigenlijk komt er een ouder verdriet los. Dat is eigenlijk waar het boek over gaat. Ja. En in het interview heb je ook iets verteld over eigenlijk het onderwerp van het boek is hoe ga je om met het verlies van een kind, maar ja, met een kind wat je eigenlijk nooit hebt gekend. Ja. Of toch wel? Ja, het begon eigenlijk voor mij, ik was stadsdichter in Nijmegen. 2009. En toen werd ik gevraagd om een gedicht te schrijven bij een monument dat onthuld werd voor kinderen die overleden waren, maar geen begrafenis hebben gehad. En vooral in het katholieke deel van Nederland, een stukje Duitsland, België, Frankrijk, gebeurde dat veel. Er werden kinderen langs de heg begraven die ongedoopt waren, 's nachts. En ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Dat monument werd onthuld. Ik had een gedicht geschreven, ik las dat voor en ik dacht bij die onthulling komen. Mijn ouders, iemand van de organisatie, van de begraafplaats waar dat was. En dat zal het zijn. En het was heel erg druk. En dat waren voornamelijk vrouwen, toen van rond de 70, dus ik zou nu denken 180, die dat hadden meegemaakt. Die een kindje verloren waren. Dat omdat het niet gedoopt was, meteen was weggenomen bij de bevalling. En langs de heg van de begraafplaats begraven. Maar ze hadden geen idee waar. Weggenomen. En het bijzondere was dat toen we daar waren, voor hen, en dat had ik zelf ook niet door, het vaak de eerste keer was dat ze erachter kwamen dat er zoveel andere mensen waren die hetzelfde overkomen was. En achteraf raakten we aan de praat en het werd een heel lang en ontroerend gesprek en veel mensen die heel open waren. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. Ik dacht, hoe kunnen we elkaar zoiets aandoen eigenlijk? Maar ook, Waar blijft iets dan een heel leven? Waar blijft je, waar verstop je iets in jezelf?
En heel vaak werd er binnen een huwelijk hebben we niet over gepraat. Of, en dat heeft me zo gefascineerd, dan bleef me eigenlijk heel lang bezighouden. Maar ik dacht, ja, wie ben ik om daarover te mogen schrijven en wat weet ik ervan? En, ja, tot op me bleef bezighouden. En ik ook ging nadenken, ja, waar, hoe weet je van jezelf waar je, nou niet, ik wil het niet per se een trauma noemen, maar waar je je ervaringen verstopt, zeg maar. Waar, welke dingen er terugkomen, of welke dingen er triggeren. Was een paar jaar geleden was ik op een lezingreis in Duitsland. Dat is een beetje een ander verhaal, maar ik heb het mee te maken. En toen, s'nachts, was er iemand, die had, was in München, die had bedacht, ik ga zijn deur in de rammen. Die kende mij niet, die was heel erg dronken, had drugs gebruikt. Die had een hele grote stalen poef gevonden in het hotel en die stond daarmee mijn deur in te rammen, want hij had het idee dat ik hem geld verschuldigd was. De man was helemaal doorgedraaid. Maar het was doodseng, want ik zat in die kamer en die deur, daar zat al barsten in het hout, maar ik belde naar de receptie en die waren er niet. En toen moest de politie bellen en die kwamen en had die man opgepakt. Hij werd meegenomen, ik lag weer in bed. Het was echt 4 uur 's nachts, zeg maar. Ik kon niet meer slapen, nou, ben opgestaan, de dag begon. En toen ging ik, had ik nog een paar lezingen in andere steden. En een paar dagen later lag ik in mijn hotelkamer naar de deur te kijken de hele tijd. Ik dacht, waarom ga ik niet slapen? Of waarom? Ik bleef er maar gewoon zo een beetje onrustig mee. En dacht, ah, dat kon natuurlijk van een paar dagen geleden. Ik ben gewoon bang dat er iets gebeurt. Maar ik kon dat koppelen aan een paar dagen geleden. En toen dacht ik, hoe werkt dat als je bang wordt voor dingen of dingen je opvallen, waarvan je niet meer weet waar het vandaan komt? Dat je dat een leven lang met je meesleept en die link al lang niet meer legt. En dat was ook wel zo'n punt dat ik, dat ik dacht, moet je misschien zelf induiken. Ja. Had het er ook mee te maken dat je hebt zelf kinderen, dat je ook na dat hele onderwerp, maar ook dat verstilde of verdrongen verdriet, anders bent gaan kijken, anders bent gaan voelen? Door kinderen? Ja, door je eigen kinderen. Of door neefjes of kinderen om je heen. Ja, eigen kinderen maken wel dat je, ja, je hele gevoelsleven krijgt een soort compartiment erbij waarvan je denkt, ah, oh, dat wist ik niet. Voordat je kinderen hebt, dan zijn alle gevoelens over kinderen over andere kinderen. Tot je eigen kinderen hebt en denkt, oh, dit zijn echt hele andere gevoelens, die had ik me echt niet kunnen voorstellen. Dus je krijgt sowieso een heel register aan andere liefde die je niet kunt indenken. En dat speelt denk ik ook wel mee in het boek. Dat, ja, sowieso wie je bent in je leven of wat je meemaakt, dat vormt sowieso ook wel wat ik schrijf. Ja, dat denk ik ook. En wat ik ook zo las in het boek, is dat kind wat er niet is, is daardoor juist zo aanwezig. Ja. En iedere bladzijde is dat kind er. Ja. En dat is dan, dat heeft de vorm van een roman gekregen, maar uiteindelijk gaat het om een leven. Die vrouw, die 82 is, 82 jaar lang, is er dus iets wat er niet is wel. Ja. Klinkt als een Johan Cruijffzin. Ja, maar weet je... Maar iets dat er is, zonder dat je het... ik was heel erg benieuwd naar waar bevindt het zich in een leven. En dat hoeft niet... Het is niet letterlijk en je zult ook heel veel bladzijden lezen er niks over. Maar juist dat iets wat zich zo haarfijn in je leven beeft, je weet eigenlijk niet zo goed waar je eigenschappen of je reacties eigenlijk vandaan komen. Of die zijn door je aard of door wat je meemaakt. En wat ik me realiseerde, vooral bij oudere mensen, is dat mensen, als mensen, die maken hele grote veranderingen in hun leven mee. Leven en dood, of verhuizen, of iemand kwijtraken, of de eindigheid, of het kan van alles zijn. Maar dan gaan mensen in hoe je reageert, of hoe je het doet. Het zoeken in de nabijheid. Het komt omdat het druk is geweest, of er is grote verandering, of er is iets psychisch aan de hand. Maar mensen zoeken eigenlijk zelden dieper terug, omdat je ook niet zo makkelijk dieper terug kunt zoeken. Dat je ook niet weet waar leidt het draadje heen. Ik interviewde voor een Duitse krant, een paar jaar geleden, Duitse mensen die het eind van de oorlog hadden meegemaakt. Over hoe of zij het als een bevrijding ervoeren. Het kwam bij een vrouw terecht in het Ruhrgebied.
En we hadden heel lang gepraat. Ze had als kind de bombardementen op Duisburg meegemaakt in een bovengrondse bunker. Ik wist niet eens dat het bestond. Maar als je dan door Duitsland rijdt, denk je, oh, dat is heel veel. Ja, ja. Het is een soort massieve betonnen toren. Ze had er als meisje ingezeten. 2 weken lang waren er bombardementen. Super heftig, ze had me alles verteld. En aan het eind zei ze, ja, maar ik kan hier eigenlijk heel gewoon over vertellen. Ik heb hier ook een trauma aan. Ik hoef ook niet te huilen als ik erover praat. Dus nee, ik heb het al lang verwerkt. En toen viel een beetje stil. Ze zei, ja, ik heb wel sinds die jaren dat ik wel slechter slaap. Ik slaap heel licht. En ik heb een tril in mijn ogen. Kijk, zie je dat? Die komt heel vaak opzetten. Dat heb ik ook wel sinds toen. Ja. Nou, dat vind ik nog wel een gevolg. Ja. Wat je 70 jaar later nog steeds hebt. Maar zelf, zij zag daar geen link in. En dat vond ik interessant om ook uit te zoeken in het boek van wie... uit welke draadjes ben je allemaal opgebouwd? Uit welke draadjes... Waar komt je handelen vandaan? Ja. En misschien is het wel goed om ook te zeggen dat... het geloof in dit geval ook een heel dubieuze rol speelt. Want weet je, ik denk dat als een kindje sterft of doodgeboren wordt, wil je dat ook teruggeven aan de aarde en er zijn rituelen. En daar hebben we met z'n allen over afgesproken hoe we dat doen. En die rituelen helpen ons ook om te rouwen, om het er met elkaar over te hebben. Weet je nog? Weet je wat we toen deden? Dat ritueel is ongelooflijk belangrijk voor het verwerken. Maar wat deed het geloof hiermee? Die babytjes werden eigenlijk, wat jij zei, aan de rand, zo dicht mogelijk bij de heg, een beetje weggemoffeld. Ja, zodat ze mochten niet even bij de grond, want ze waren niet gedoopt. En door ze dan in ongewijde grond te begraven, maar zo dicht mogelijk bij het kerkhof, dan zouden ze nog dicht in de buurt zijn. Maar wat ik me realiseerde is dat mensen geen kwade wil hadden, of kwade opzet, of sadistische motieven. Eigenlijk alles kwam ook wel voort uit het idee dat is beter. Het is beter om dat te doen, want dan kun je niet hechten. Of het is beter om dat te doen, want dan is je verdriet minder groot. Het is beter om dat langs de heg te begraven, want dan is het heel dicht bij gewijde grond en dan komt het misschien toch een beetje in de hemel. En dat idee heb ik ook heel veel over nagedacht, van dat de ander bedenkt wat beter is. Mm-hmm. En ook echt geen intrinsiek slechte bedoelingen heeft. Het pakt alleen wel echt verschrikkelijk slecht uit. Ja. Ook omdat ik denk, een kind wordt geboren, je ziet dat iemand zwanger is, dat zie je. Dus is er altijd vraag, waar is je kind? Ik herinner mij van lang geleden, dat er een film werd gemaakt, Romeo. Ik weet niet of mensen zich dat, ja, ik zie u knikken. Dat was met Monique van de Ven. En dat haar kindje, en dat mensen vroegen, waar is je kind? En dan moet je dus een antwoord geven. En dat in dat boek, in je boek komt dat ook zo subtiel aan de orde. Dat, en wat zeg je dan? Heb je dan 1 kind? Of was er al een eerder kind? Want je kunt je kind ook een identiteit geven. Nou ligt dat in het boek wat ingewikkelder, maar ik denk dat dat ook zo ingewikkeld is, want als iemand vraagt hoeveel kinderen heb je, wat zeggen vrouwen dan? Nou, sommige mensen zeggen ik heb er 2 kinderen, eentje leeft niet meer, of noem het niet, of, maar soms, ik kwam onlangs ook iemand tegen die zei ik heb eigenlijk niet altijd zin om dat te vertellen. Nee, dus je stemt die boodschap af, waardoor je toch, en dat blijft, waardoor je er toch altijd mee bezig bent. Want je stemt dan dus je verhaal af op degene die... Ja, maar het heeft ook te maken met het zoeken naar plek. Dus mensen hebben ook behoefte aan naar een plek toe kunnen gaan. En juist het niet weten waar iemand zich bevindt. En dan merk ik ook achteraf, dat in mijn debuut Berik gaat het eigenlijk ook daarover, niet weten waar iemand is. Dat is slopend en dat zuigt je leeg en dat maakt je mat. Ik las een interview, die had de MH17 die neerstortte. Die had daarvoor een vliegtuig dat ook van Malaysia Airlines dat verdween. Ja. Er was een interview met de nabestaanden van mensen die daarin zaten. En dat de meesten niet hun leven konden oppakken, want ze dachten, ja, misschien is diegene toch nog ergens. Ja. Of is diegene misschien ergens aangespoeld en heeft iedereen hoop opgegeven als ik dat ook doe. Dus geen nieuwe baan kunnen vinden, niet verhuizen, niet een nieuwe relatie. En
juist dat niet iemand en geen plek weten, niet, dat is verschrikkelijk eigenlijk. Ja, wat was het moment dat je dacht, en nu ga ik beginnen? Want ik denk altijd bij boeken die zo makkelijk lezen en zo mooi en toegankelijk. Meestal kost dat heel veel zweet en tranen. Ja. Of in ieder geval, hoe was dat in dit geval met dit boek? Verschrikkelijk. Nee, ik heb er denk ik 3 jaar aan geschreven zo in totaal. Schrijven is een beetje als de zee inlopen. Dus je staat aan de rand en je wil zwemmen en er zit nog een heel stuk tussen. En je bent niet ineens aan het zwemmen, je komt ook niet, want het is 100 meter verder, want de vloedlijn loopt heel langzaam af. En met schrijven, je begint eerst met je tenen en dan met je voeten erin. En is ook, er is een idee en dan blijft het malen en dan spoelen ideetjes aan. En je denkt, oh, misschien kan ik hier iets mee of dat personage. En ik had haar stem al vrij snel, dat ik dacht, ah ja, zo praat zij. En steeds kom je wat dieper en dan met je knieën in zee en dan nog wat dieper. En dan denk je, ja, dan kan ik net zo goed gaan zwemmen. Ja. En dan ben je aan het schrijven. En dat voorwerk is gewoon heel langzaam de tijd nemen en ideeën laten aanspoelen. En ik had een scène vrij in het begin. Ik zag haar voor me, het speelt zich af in Nijmegen, de Waal was bevroren, dan zag ik foto's van 1962. En ik vond dat zo'n prachtig beeld. De rivier is een soort van ijsschotse paleis en er lopen allemaal mensen tussendoor. Maar je ziet ook mensen, hele kleine zwarte silhouetjes die juist van pad afgaan. Dat doet zij. Ja. Dus ik ging scène schrijven over dat ze het ijs opgaat en ze is 21. En ja, ze gaat op pad natuurlijk af en dan komt ze ook iemand tegen. En zo, vanuit die dingen groeide dat verder. Ik wilde ook een boek schrijven over lijfelijkheid en over het veranderen van haar lichaam. Ze is 81 in het boek, maar er is bijvoorbeeld een scène dat ze nadenkt over de laatste keer vrij in haar leven. En de eerste keer vrij staat daar tegenover. Maar het is hetzelfde lichaam, het is hetzelfde mens dat het meemaakt. Maar ik dacht, je leest heel vaak over de eerste keer vrij, maar de laatste keer hoor je eigenlijk nooit over. Nee, nee. En hoe besluit je dat? Of is er een besluit? Nee, het is er niet. Het gaat heel geleidelijk en misschien komt het nog wel een keer of niet. Of... En die dingen fascineren me ook het meest. Omdat waar we het net over hadden, dit is heel zwaar en massief eigenlijk. Het niet leven van een kind of niet weten waar je kindje gebleven is. Maar ik wilde ook dat deel uitmaakt van een heel leven dat alle gevoelens heeft. En dat alle... Dat ook een gelukkig leven kan zijn. Ja, en het is ook een heel zinnelijk boek. Dat ben ik ook van je gewend. Ik heb alle boeken van je gelezen. En dat wou ik dus ook precies. En toen begon je er zelf ook over dat hele, ook fysieke, ook wat er met haar lijf gebeurt. En dat is voor, ik ben een vrouw. En dan denk ik, dat heb je dan wel verdomd goed gedaan. Ja, Robin. Dankjewel, Gietje. Ja, ik vond het heel interessant om echt proberen vanuit een ander lichaam te denken en te voelen. In mijn eerdere boeken zijn het jongens en het ligt toch altijd nog dichter bij me. En ik vond het, ik wilde echt een vrouw scheppen als personage, ja. Maar ook, ja, ik wil bij elk boek ook iets doen wat ik eigenlijk niet durf. En hierbij dacht ik, ik wil een bevalling schrijven. Ja. En ik wil haar eerste keer vrij schrijven. En ik wil over menstruatie schrijven. En ik wil dat het klopt. Ja. En dat je het invoelt. En gek genoeg was het niet zo moeilijk. Nee, en weet je, ook die passages heb ik met bewondering gelezen. Omdat ik dacht, hoe kun je dat zo goed beschrijven? Dus ik wil nu toch stiekem vragen... Heb je dat wel aan je vriendin gevraagd? Klopt dit wel? Nou, wat wel grappig was, heel veel mensen vragen van ja, een bevalling, hoe schrijf je dan een bevalling? Maar ik ben bij de bevalling van alle twee onze kinderen natuurlijk geweest. En als ik aan haar dingen vraag, dan zeg ik, dat weet ik allemaal niet meer. Ik was in zo'n waas en ja, je hebt foto's gemaakt, maar ik moet haar vertellen wat er gebeurd is. En dus toen dacht ik, ja, dan heb je dit en dit gevoeld. Ja, nou ja. Ja, maar dan kun je, dus als je... Als observerer of als degene die zo dichtbij is, is het ook niet zo moeilijk om het te snappen. Of om je iets bij voor je te zien. En ik heb haar ook wel dingen laten lezen, maar
ze heeft eigenlijk over die fysieke dingen nooit iets opgemerkt of zo. Of dat ze dan wel iets anders had. Maar goh, dit is wel gek dat het hier regent en daar de zon schijnt. Ze zegt, nee, maar ze bevalt. Dus ja, die, hè? Ja. Dus dat is heel ja, spannend eigenlijk om te doen. En interessant en inspirerend. Ja. En geloofwaardig. Want dat is natuurlijk, dat moet wel in je hoofd en in je fantasie moet dat wel kloppen. Want je wordt wel meegenomen in dat verhaal. Wat ik ook heel erg mooi vond in het begin van het boek, dat beeld van die vlinder tegen dat raam. Ja. Het is een ongelooflijk mooi beeld. En dat komt natuurlijk telkens terug. Maar goed, dat ga ik verder niet vertellen. Ik wil wel nog een keertje laten zien hoe mooi het omslag is. Vertel eens hoe dat zo gekomen is. Want het is zo mooi en zo subtiel. En dat past één op één bij de inhoud van het boek. Ja. Ja, een omslag is altijd een heel fascinerend boek krijgt een gezicht. Maar er is een ontwerper, Chris de Meij, en die heeft ook met eerdere boeken gedaan, die kan ik eigenlijk altijd vertrouwen. Dus die komt met fantastische ontwerpen en die heeft die leest een stuk, die heeft ideeën, die heeft foto's en die gaat dingen combineren. En die komt dan een lijst met 20 voorstellen. En dit keer kwam er 20 voorstellen en het zat er niet tussen. Dus het waren allemaal beelden en ik dacht, nee, dit niet. En we hadden het met z'n allen over gehad, nee, dit zit er eigenlijk niet bij. En toen ging hij nog een keer op zoek en toen kwam hij hiermee. Ik zei, ja, ik heb dit ook gevonden, is dit iets? En dat is een kunstenaar, Jep Sabjak, volgens mij. Hij is er niet bij, dus hij heet Jep Sabjak. Fransman. En die maakt bloemen van vlindervleugels. Dat klinkt heel morbide, maar het is echt prachtig. En we zagen deze, en ja, en zij is een bloemiste en hij telt nachtvlinders. En eigenlijk komt dat heel mooi samen in dat beeld. Dit zijn zij. Dit is hun liefde. Het is een bloem, maar je bent ook verward. Is dit een iets? Ja, is het vlinder of? Iets heel anders. Er is op dit moment een verfilming van een ander boek bezig. Ja. En daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar, want je bent zo'n precieze en secure schrijver en opeens moet je dat kunstwerk loslaten. Ja, ik wil zeggen, je gaat zeggen, precieze, secure, bemoeien al, maar nee, dat ben ik ook zeggen. Namelijk. Nee, dat mag jij zeggen, dat ga ik niet zeggen. Dat heb je. Ik ben een beetje bemoeien al, dus dat was een beetje loslaten, maar ze kwamen met een plan, ze hadden dus zomervacht gelezen en hadden zulke goede ideeën en zulke goede, eigenlijk voel je op basis van één detail dat iemand in het boek noemt, want dat vond ik zo'n mooie zin of belangrijk detail, voel je of iemand juist of dezelfde perspectief op het boek heeft. En degene die het wilde verfilmen, die hadden het noemde wat details en ik dacht, ah ja, als je dat aanhaalt, dan vertrouw ik dat je de juiste details eruit haalt. En ze gingen aan de slag en ze maakten een script en ik las mee en een boek is zo dik en een script is zo dik, dat moet drie kwart uit. Iets dat waar ik over drie bladzijden over vertel, dat heeft in de zin een film in een tel laten zien. En iets dat ik in één zin doe, daar ben je in een film misschien wel drie minuten mee bezig. Een soort harmonica die je induwt en uittrekt. Dus ze componeerden daar een nieuw script van. Nog af en toe had ik iets op te merken, maar eigenlijk niet zo heel vaak. En toen gingen ze draaien, toen kwamen de acteurs. En nu is het draaien, staat wel op. Mm-hmm. Ja, dat is fantastisch. Ja. En wanneer wordt de film uitgebracht? Ze zijn nu allemaal dood op. Van de film. Dus iedereen, ik geloof dat ze over 2 weken beginnen met monteren. En dan willen ze, volgend voorjaar gaat het dan in het buitenland op filmfestivals in première. En dan zou het volgend najaar in Nederland in première. Ja, want eigenlijk gaan ook al je boeken over familierelaties. En Zomervacht is wel een hele ingewikkelde. Ik weet dat ik je ook over dat boek heb geïnterviewd. Ja. En er zitten ook passages in die. Ja, weet je, dat moet je wel heel erg. Kijk, in je hoofd kun je daarvan maken en kun je toelaten wat je wilt. Maar op beeld wordt dat toch anders. Ja. Vond je dat niet heel ingewikkeld? Om die beelden te zien? Of dat het concreet wordt? Ja, omdat ik weet zeker dat jij een net andere persoon in je hoofd hebt als ik dat heb. Maar ze hebben wel echt goede personen gekozen, dat klopt helemaal.
En het is altijd net anders dan je vraagt, maar het moet een losstaand kunstwerk worden. Ja, ja, ja. Dus het is een, het is een, het wordt iets van zichzelf. Het is fantastisch dat een verhaal dat alleen maar uit woorden bestaat, verbeeld wordt eigenlijk. En waarom ik het in dit geval wel ook belangrijk vond dat het gebeurde, was Zomerwacht gaat over twee broers waarvan de ene zware verstandelijke en lichamelijke beperking heeft. Ik heb eigenlijk nooit een doel met mijn boek, omdat dat komt toch nooit uit. Wat je wil dat het bij de lezer bereikt. Het enige dat ik wel heel graag wilde was, mensen vinden het lastig om te kijken naar iemand met een lichamelijke beperking. Ik dacht, stel nou dat je, dus mensen gaan heel nadrukkelijk kijken of mensen gaan wegkijken. Dat stel dat je 300 bladzijden lang dat je gewoon heel goed kijkt, dat je dan daarna misschien makkelijker kijkt. Of wat gewender bent, of het minder, dat het minder vreemd voor je is. En dat is met de film ook. Dus dat merk ik dat je de jongen die Lucien speelt, die worstelde daar zelf mee, die twijfelde, moet ik dit doen of moet ik dit niet doen. Dus verstandelijk is hij heel goed ontwikkeld en lichamelijk heeft hij zware spasmes. Maar ik dacht, ik ga dat toch spelen, want ik wil dat mensen, dat ik symbool sta voor de mensen die zo zijn als ik. Ja. Of verstandelijke beperkingen. En dat vind ik heel mooi dat het in die film komt. Je ziet nooit acteurs met een verstandelijke beperking. Nee. En hier zijn dat er 8. Ja. En het zijn waanzinnig goede acteurs. Ja. Dus het is echt een feest om te kijken. En grappig. En ook heel liefdevol gemaakt. Ja, dus nee, het is heel fijn dat het er komt. Ja. En dat het er heel anders uitziet dan wat ik dacht. Ja. Ja, weet je, ik ben echt heel erg benieuwd. Dat boek heeft me ook heel erg geraakt. Ook omdat wat je beschrijft, die relatie. En inderdaad, ja, weet je, soms schuurt seksualiteit ook. En dan denk ik, ja, dat is ook mijn eigen beperking. Dus ik begrijp... En je bedoelt de seksuele sens? Ja, Wat zeg je dat dan netjes? Oh ja, hoe moet ik het anders zeggen? Het is nog heel vroeg op de avond, ja. Nou ja. Maar seks kent geen tijd. Nee, toch? Dat vind ik ook niet. Oké. Nee, daar heb ik nou over de seksuele seks. Schiet je braaks, maar dan gaan we nou... Ik ben even in mijn preutse periode. Ik ben helemaal niet preuts, dat weet je wel. Volgens mij krijg je vandaag een heel goed bericht. Ja, lach maar. Ik weet jullie straks te vinden. Maar vooral die zin, ik ben helemaal niet preuts, dat weet je wel. Dat vind ik wel... Oké, dit knip je er wel uit, hè, collega Peter. We hebben altijd hele leuke verhalen. Oké, nee, maar wacht even. De Boekenbon, je staat op de longlist met Zwijgmannen. Ja. En als we het nou over een totaal ander boek hebben, dan is dat wel Zwijgmannen. Ja. Kennen jullie Zwijgmannen uit Trouw? Nee? Vertel ons. Het is een heel ander boek. Het is een dun boek. Ik heb voor Trouw een... reeks geschreven en het is uiteindelijk echt een prachtig mooi boekje geworden met allemaal linosneden erin over onze Poolse klussers. Dus wij waren een boerderij aan het verbouwen en dat hadden we 10 jaar lang of 8 jaar lang gedaan en er moest nog zoveel gebeuren en we hadden kinderen en het lukte niet meer. We zochten een bedrijf, niemand had tijd. Toen kwam ik in contact met Ivan en die wilde wel langskomen en die konden alles, zeiden ze. Dat bleek ook en ze begonnen met 1 ding en dan werd langzaam een beetje meer. Maar we konden geen contact maken, dus zij spraken Pools, klein beetje Duits, ik sprak Nederlands en Duits. Ik raakte steeds meer gefascineerd door hen en wie zij zijn. En we kregen Facebook vriendschapverzoeken en dan zag ik foto's van hun, maar dan merkte ik dat zij bij mij ook door mijn foto's zaten heen te klikken en allemaal hele oude foto's aan het liken waren, omdat ik nog krullen had. En daar dan van die lachende smileys bij, die zo... Dus ik ging bij hun dan ook door hun hele oude foto's heen en dacht ik, oh wat grappig, hier was nog geen kinderen en nu wonen ze hier en dan zag ik de dorpjes waar ze woonden en langzaamaan ontstond er een soort contact en vriendschap en wat woorden en ik leerde steeds meer van hen kennen en toen ben ik met hun mee terug geweest naar Polen met kerst en paas, dat zijn de één zomer, de momenten dat ze met z'n allen naar huis gaan. En toen draaide het eigenlijk helemaal om. Toen was ik degene die zonder taal zat tussen een familie die zich voorbereidt op kerst als vegetariër tussen vleeseters met schalen vol met vlees, roze worsten die uit een velletje worden gedrukt en totaal incapabel om met elkaar te kunnen praten met handen en voeten en een woordenboekje erbij. En het boekje gaat eigenlijk daarover, van hoe we niet kunnen praten en toch een soort vriendschap opbouwen.
En ergens word je ook niet echt vrienden, want we verschillen ook enorm veel. Maar er is ook heel veel nabijheid en zij die mij toelaat in hun familie en ik mag daar logeren en we gaan dan rondrijden met de auto van Adam. En dan even daar hallo zeggen, daar hallo, naar de jeneverstokerij in de buurt of de wodka-stokerij. Heel bijzonder, ja. Heel leuk om te schrijven. Ja. En ook door erover te mogen, toen ik pas dacht ik ga hierover schrijven, durfde ik ook ongegeneerd nieuwsgierig te zijn. Mm-hmm. Ja. Dus dingen te vragen en dan ga ik ook het hele Facebook-profiel helemaal uitpluizen. Ja, en, Nou, het is een klein juweeltje, prachtig boekje. Vooral inderdaad dat wel niet kunnen communiceren, dat is natuurlijk, dat geldt voor ons allemaal. Woorden zijn gewoon heel vaak ook niet toereikend. Ja, nou ja, woorden zijn ook, we praten zoveel. Ja. Als ik aan jou vraag hoe gaat het, dan zeg ik goed en dan weet ik eigenlijk nog niks. Nee. Maar als je geen taal deelt en iemand in je vraagt aan hun, ze komen binnen hun wiegit, dan is het heel anders dan. En je kunt dat niet, je kunt je lichaamstaal kun je niet veinzen. Nee. Dus je kunt je lichaamstaal niet doen alsof je. Ja. Dat zie je meteen. Ja. En dat is interessant dat je veel meer ziet als je niks kunt bespreken met elkaar. Ja. Weet je, het fascineert me zo. Ik geef iedere maandag les aan een Iraaks jongetje, taalles. En dan ben ik dus in hun familie, er zijn nog twee andere kinderen. En iedere keer als ik daar zit, die moeder spreekt redelijk Nederlands, maar ook niet, dat je toch het gevoel hebt van, kom ik maar echt met jullie communiceren. En iedere keer voel je ook gemankeerd. En ik vind dat ook heel ingewikkeld. Is ook heel ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. En dan denk ik van, juist als je iedere dag met taal bezig bent, wil je. En toch, als je goed je best doet, is er veel meer dan taal. Er is veel meer dan taal. Ik denk dat die moeder, als die mij binnen ziet komen, kan ze vrij goed aanvoelen hoe het gaat. En dat is wederzijds. En dan denk ik van, wij zijn in onze westerse wereld, we doen ook heel veel dingen af met taal. Wat jij zegt. Jij vraagt mij, hoe gaat het? Nou, goed hoor. En dan denk ik van, nou, ik heb nou even geen tijd, geen zin. Klaar. Ja. Maar als je echt op elkaar let, en dat doe je dus omdat je de taal niet met elkaar deelt, ga je andere dingen zien. Ja. Had jij dat met jouw Poolse mannen ook? Ja, je gaat hele andere dingen zien. Dus je krijgt een. Je taal vat zich samen in commando's eigenlijk. Dus als je eerst zou zeggen, goh, zouden jullie dit misschien glad kunnen smeren, dan zeg je poetsen. Ja. En kun je dit schuren? Dat is hoe je communiceert. Maar als je niet kunt, dan is er heel veel stilte. Ja. Tussendoor, dan heb je pauze, of dan is er een foto, of iemand zegt iets, of laat een klein fotootje op zijn telefoon zien van zijn kind, of man komt langs en die merkte bijvoorbeeld dat van, ze waren vaak met z'n vieren, dan was er één man. Als ons zoontje binnenkwam, waren er drie heel erg op hem gericht. Hij mag even de boormachine vasthouden, iemand kreeg een snoepje, iemand kreeg een gek gezicht. En één niet. Marek. En dat viel me al op. En ik dacht gewoon. En die ging dan heel geconcentreerd iets anders altijd zitten doen. Hij was wat ouder en het viel me op, maar ik wist verder ook echt totaal niet hoe ik aan hem kon vragen. Goh, je reageert daar niet. Tot hij na een tijdje een keer op een zondag kwam om te werken. We hadden helemaal niks afgesproken, maar hij kwam alleen. En hij wilde heel graag werken. Ik was nog gewoon in mijn ochtendjas en ik zei, nou, ja goed, we kunnen wel wat verzinnen. Maar of goed, dat zei ik niet eens. Goed, zei ik. Kom maar binnen. En hij, we gingen ergens iets met een tegelvloer waar we bezig oude tegels terugleggen. En een soort mozaïek was het eigenlijk. En daar was hij al mee bezig. We waren dat aan het doen. En na een tijdje zei hij, mijn zoon. Gisteren? Vind. Oké. Vind jaar. Mijn zoon. En ik dacht gewoon, wat verdrietig dat je dan niet bij de verjaardag van je zoon bent. En, maar ik dacht, hij is ook best oud. Zoon van 5. Ik had niet verwacht dat een jonge vrouw had dan of zo. Het is in zeker gratuleren. Nee, zoon 5 jaar dood. En toen dacht ik, je kunt niks
vragen of zeggen, of ik kan hem vastpakken. Daar hield hij niet zo van. En dan zit je daar te knikken en ja, weer een koffie. En, maar dan kun je alleen maar kijken en met je ogen zeggen, wat verschrikkelijk. En die dingen kom je langzaam achter, maar op een gebrekkige manier. En je voelt dat je dan helemaal geen woorden meer hebt waarmee je iets kunt zeggen. Maar waarmee wel een intiemheid ontstaat. Ja, zeker. En toen we in Polen waren, gingen we naar het graf van zijn zoon toe. En dat wilde hij heel graag dat ik daar mee ging. Maar op de ochtend dat we zouden gaan, zei hij af. Maar wilde hij wel dat ik zou gaan. En vond het moeilijk om samen te gaan. Dat is heel ontroerend en intiem. Maar als ik hem dan nu weer tegenkom, nu heb ik ze al een jaar niet gezien. Af en toe zie ik ze nog. Dan weet ik wel, we hebben een bandje. Ja. Maar er is niets om dat mee te kunnen bevestigen. Mee te kunnen uiten. Maar er is iets. Hij wil altijd, als we gaan lunchen of samen iets doen of samen ergens zitten. En dat heeft iets heel teders. Ja. Terwijl een hele grote, bonkige, met een grote buik. Allemaal, dus hele grote buiken. Veel bier drinken. Ik ben ook in hun huis geweest waar ze wonen. Het meest aftanse, smerige wat je ook kunt voorstellen. Maar het is het goedkoopste dat ze kon vinden. Het is ook heel grappig vaak. Ja, het is heel bijzonders. Ja. Weet je, Jaap, ik denk dan wel eens van, als vrouw, zou ik dan zo doen. Snap je? Ja. Omdat, dat is natuurlijk ook aangeleerd gedrag, maar het helpt wel als je iemand aanraakt. En ik denk dat in een mannenmaatschappij als in Polen, heb jij hem aangeraakt? Durfde je dat? Of nee, je, je kunt elkaar wel aanraken, maar dat zit gewoon niet in je in onze omgang, zeg maar. Ja. Ze kan ze wel omhelzen als er wat is, maar dat doen ze meer alsof ze een soort mat uit op hun rug, zeg maar. Zo'n Tony Soprano. En de verhouding lichaam is gewoon uit balans. Ja. Zeg maar. Dus als zij mij een hand geven, doen ze heel voorzichtig met mijn hand. Dat zijn van die grote werkhanden en ik kom met die kleine typvingers aan. Dus er zit al een wonderlijke mix in. Ze snappen ook niet echt wat ik doe, of dan zien ze wel eens die boeken staan en dan file boeken. En dat is het gesprek. En ik heb ook gezegd, ik heb hierover geschreven en dat vonden ze ook goed. Daar had ik heel lang over nagedacht van, ik moet eigenlijk aan hun vragen, mag ik over jullie schrijven? Ja. Moet. Ja, maar dat komt in de krant dan, hè? Ja. Moet. Ze snappen eigenlijk niet zo goed wat het is. En dan na een tijdje kwam dan iemand met zijn telefoon, dan had hij dan een zin vertaald, of hun telefoonnummer dan erbij kon in de krant. Zodat als mensen dan wilden bellen, dat het dan wel dat ze niet konden vinden. Ja, heel slim. En uiteindelijk was dat kerstverhaal, kwam in trouw. Nou, ik had het voor iedereen eentje verzameld, ik dacht, dat is leuk, kunnen ze mee naar huis nemen. Nou, het is nog gekeken, er stonden geen foto's van hun in, maar zo een beetje doorgekeken. Heb je het eigenlijk niet zo heel goed, zei het? Het is over jullie. Ah ja. Nou, zij weer werken. Aan het eind van de dag ging de koffiekopjes opruimen. Vond ik overal die weggefrommelde kranten. Zo één in een vuilniszak, één achter de gipsplaten. Interesseert ze echt helemaal niks. Het is ook heel grappig en hoe je dan moet vertellen. Dat is een boekje. Ja. Wat moeten we doen? Eigenlijk is dat ook heel erg oké. Dat is goed. Ontzettend ontnuchterend zo van. Ja, weet je, voor iedereen, het moet brood op de tafel, brood op de plank. Ja. Het heeft ook iets heel... Het is heerlijk. Heerlijk, ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Maar toch heel fijn dat je boek is genomineerd voor de Boekenbalprijs. Want je hebt probeer eigenlijk... ze dat maar eens uit te leggen. Dit lijkt me wel. Want je hebt in je toch behoorlijk lange carrière ondertussen ook veel prijzen gewonnen. Ben je daar dan nog... Ook heel vaak net niet hoor. Nee, maar ben je daar dan nog euforisch of denk je, het zal wel. Nee, het is fantastisch. Nee, dat je, als je ooit iets wint of ergens voor genomineerd bent, denk ook altijd, het zal hier wel bij blijven. Dat is heel prettig. En het is, die lijst, daar kunnen ze 400 boeken voor uitkiezen. Dus het is een enorme eer dat er dan een groep mensen is die zegt, dit hoort daarbij. Ja. Dat is fantastisch. Ja, ik vond het een interessante lijst, maar dat is weer voor een ander. Kijk, ik wil toch ook nog even dit laten zien, want je doet zoveel leuke dingen. Even
vertel ons daar nog iets over. Ja, dit heb ik niet zelf geschreven, ik heb het vertaald. Ja, maar zo fijn. Dat is de Neehoorn en de Slangzaam. Ja, dat is een Duits prentenboek. De Neehoorn, dat verscheen vorig jaar. Dit is het tweede deel. Ontzettend grappig. Ik kreeg dat opgestuurd. Ik had nog nooit iets vertaald. We wonen in Duitsland, dus ik spreek goed Duits. En wilde dat wel proberen, eigenlijk, vertalen. Nou, ik had het gedaan. Ik dacht, dit boek gaat niemand leuk vinden. Ik vond het hartstikke grappig. Maar er zitten hoekige grappen. Er zit over een neehoorn die nergens zin in heeft, die alleen maar nee kan zeggen. Tussen allemaal poezelig, lieve eenhoorntjes. En hij zegt nee en is chagrijnig. Houdt het niet van rijmen, dus ja, het verhaal rijmt tot hij er geen zin meer in heeft en dan rijmt het niet meer. En dit is het tweede deel, ja, het is ontzettend grappig. Ja. En het is een enorm succes, wat heel grappig. Ja, het is ongelooflijk groot succes. Ja. Ja, dat voorziet ook in de behoefte, denk ik. Ongelooflijk. Het is en hij is in Duitsland, Marco Klink is de schrijver. Ja, dus gaat is straks een, vooral filmmaker en maakt podcasts. In Duitsland enorm, een beetje Arjen Lubach-achtige bekendheid, maar nog wat verschillendere dingen, zeg maar. Ja, kinderen vinden het heerlijk. Ja, ook kinderen thuis zijn er helemaal gek van. Het is heel grappig, het raakt. Ja, het gaat nergens heen en het is dat is het, ja. Het is heel talig, weet je. Dat is ook zo leuk als je als groot mens dat voorleest. Ik heb dezelfde ervaring altijd met Annie M. G. Smit, daar moet ik ook heel erg lachen, want ik denk, wat is er toch leuk en grappig en wat zit er toch veel in. Weet je, dan is een boek voorlezen zo leuk, omdat je er zelf ook plezier aan beleeft. En dan kun je het ook 100.000 keer, want kinderen willen 100.000 keer, nog één keer. En niet een woord andersom. Nee, dat horen ze niet. Ja, we leven in turbulente tijden. En waar ik naartoe wil, maar dat heb je al gezien. Dit staat bij mij in mijn keuken, waar ik veel ben, want dat vind ik een fijne plek om te zijn. En dat lees ik heel vaak in deze tijd. Oh ja. Zou je dat voor willen lezen? Ik ben overbloot, hè? Nou ja, ja, zeg het maar even, het is een link. Het is zo mooi. Okay. Wil je het voorlezen? Ja, en dan vraag ik je daarna of je nog wat uit het boek, want dat mogen we echt niet missen. Maar dit moet is jij het moment uitkiezen wat ik voorlees uit het boek? Is dat goed? Ja, dat is goed. Ja. Wij. Toen de wereld krapper werd, kwam men elkaar vaker tegen. Van eerst van lege kijken, kwam wijzen, meten en vergelijken. Geen navel was even diep, geen twee tenen ter wereld precies even groot. Alle dieren bloosden hun wangen en billen rood. Niemand had dit ooit gemerkt, maar iedereen bleek bloot. Over het vel van elk geraamte bouwde men een huis van schaamte. De een kreeg een vacht, de andere veren. En wij kregen klimmen. Dit is voor mij een heel symbolisch gedicht, maar dat mag iedereen zelf invullen. Ja, toch? Ja. Er zit een hele mooie passage in, omdat dat vind ik zo knap gedaan, omdat daar en de pijn in zit van. Maar misschien moet ik gewoon iets uit het begin lezen. Ja, is goed. Had je iets? Misschien dat zij nu nog zoeken. Ja. Kun je dat zo vinden? Ja. Ja. Ik zocht een. Het begon eigenlijk zo. Ik had de eerste scène geschreven dat ze aan de baal. Dag. Wel thuis, hè? Ik had de scène geschreven aan de baal, waar ze voor het eerst gingen vrijen en ze liepen daar en ik dacht tijdens die wandeling, dan moet ze toch iets, hij moet iets zien. Ze zijn met z'n tweeën, waar kijkt hij naar? Je kunt aan de wereld duizend details opmerken. En toen raakte ik een beetje gefascineerd door nachtvlinders. Ik vind het interessante dier. En ik zocht ook een hobby waarvoor ik dacht, dan kun je s'nachts, als je een affaire hebt, s'nachts makkelijk voor weg. Nachtvlinders tellen. Mocht u behoefte hebben aan een affaire en s'nachts weg willen, het is een heel erg aan te bevelen hobby. Weet ik niet uit eigen ervaring, maar wel uit eigen fantasie. En dan ga ik even zoeken waar zij dat precies doen.
Ja. We zijn erbij, hoor. Ja. Zij staan aan de waal, ze hebben alle spullen uitgepakt. En zij moet eigenlijk niks van die hele beesten hebben. Het kriebelt, het krioelt, het komt van alle kanten, het is heel onvoorspelbaar. Ze houdt eigenlijk ook helemaal niet zo van insecten. Maar dat durft ze eigenlijk niet echt te zeggen. Otto streek een lucifer af en stak de stormlampen aan. Alles werd mooi. De glazen van de lampen tingelden zodra Otto ze sloot. De lampen ruisten doordat hij er meer gas bij liet. De muren van stof lichten op. Het voelde alsof we ons binnen in een luchtballon bevonden. Ik kon de warmte van de lampen voelen. Een dansende hooiwagen maakte een lange schaduw op het zand van mijn voeten. Het licht gaf de plukjes schemergras een groene kleur terug en maakte de bloemen van het Jacobskruid van goud. Terwijl het duister om ons heen er juist nog zwarter van werd. Kom, fluisterde Otto. En nam aan de hand met de stormlampen vandaan. Dit is een prachtig moment. Van een afstandje keken we toe hoe de doeken als vierkante manen tussen de bomen hingen. Het eerste gefladder verscheen. Kijk, wees Otto verrukt, terwijl hij het 100 keren moest hebben gezien. Ik heb hier nog nooit samen met iemand naar gekeken. Maar toch wel, zei ik. Otto keek me vragend aan. Met je vader. Zijn vingers haakten zich wat steviger in de mijne. Ja, en met mijn vader inderdaad. Er volgde gezoem en gebrom uit alle richtingen. Al dat gekriebel leek enthousiast om Otto weer te zien. Uitgehongerd stortten ze zich op het licht dat hij voor hen had aangestoken. Het was een soort rariteitenkabinet van fladderaars dat zich overdag het schaamtige gedijst hield, maar nu uitbundig werd. Sommigen leken afgeschoten door een katapult, anderen vlogen juist ongecontroleerd zigzaggend of spiralen richting de vierkante manen. Kom, Otto trok me nog een paar stappen richting de struik. We staan een beetje in een vliegroute. Het halfhoge gras naast ons ritselde en boven. Wat is dat? Schrok ik. Egeltjes, zuster Otto. Die wilde langs. Otto nam me aan mijn arm nog iets verder opzij. We staan in zijn vaste route. Dat me niet verbaasd, als bleek dat hij alle dieren hier persoonlijk kende. Mooi, hè? Vroeg hij. Heb je het koud? Nee hoor. Wacht even. Met een wijde boog liep hij om de verlichte doeken heen. De egels scharrelden humeurig verder. Ineens stokte hij, verhief licht zijn stekels. En met een snelheid die niet bij hem paste, hapte hij een hooiwagen uit het gras. Dankjewel, ja. Prachtig. Ik zit weer helemaal in het boek. Ik heb het net uit. Ik vind, het is echt zo mooi. Je geeft ook een schrijfles. Ja, doe je dat niet meer zoveel. Nee. Niet meer zoveel, nee. Ik heb het wel gedaan. Ja. Ik was niet zo'n goede docent. Hoe komt dat? Nou, ik vond het heel leuk om met mensen te werken die er heel veel zin in hebben. Ja? Maar met mensen die er niet zoveel zin in hebben, dan weet ik niet hoe het moet. Nee. Dus toen dacht ik, ja, een goede docent kan dat wel. En ik denk, als iemand er niet zoveel zin heeft. Wat doe je hier dan? Ja, ga je iets anders doen? Ja. Kreeg me daar ook. En soms had ik, en de laatste keer had ik dan vaak een klas waar dan een groot deel er niet zoveel zin in had. Nee. Dan had ik ook niet zoveel zin. Nou, weet je wat me wel eens opvalt? Ik geef zelf les op de schrijversacademie, dan vertel ik een beetje hoe het in de boekhandel toe gaat. En dan vraag ik ook altijd: en wat lees je dan zelf? En alle mensen die niet lezen, denk ik, maar hoe wil je dan in hemelsnaam schrijver worden? Dat kan toch helemaal niet? Dus ik heb een nieuwsgierige vraag. Wat moeten we naast dit mooie boek van jou binnenkort gaan lezen? Nou, ik zie daar een boekje staan, een heel dunnetje, Claire Keegan. Oh ja, heel erg mooi. Dat heb ik ook gelezen. Het is genomineerd voor de Boekenprijs. Ja. Echt een prachtig klein boek. Man is, brengt kolen. Ja. In Iers dorp, het is net voor kerst. En ik ga verder niet zeggen. Prachtig. Ja, heel Iers, klein boek. Als dat allemaal boekenprijs, er staat ook een boek tussen van Elizabeth Strout. Ja, prachtig. Daar kun je eigenlijk alles van lezen. Dat is echt fenomenaal. Ja, vind ik ook. Zij heeft zo'n gevoeligheid. Als ik haar boeken lees, dan heb ik altijd herinneringen aan dingen die ik echt al jaren vergeten was. Associaties, het is altijd heel subtiel, intermenselijk. Heel erg mooi. Weet je, Elizabeth Strout verstaat de kunst een verhaal te vertellen wat zich alleen maar tussen de zinnen afspeelt. Ja. Dat is
Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Heel goed. Ja, heel goed. Ja. En heb dat zijn wat tips. Ja. Ja, en Eva Menasse, heb je dat gelezen? Dunkelbloem? Hoe? Eva Menasse? Eva Menasse, Duitse. Nou, misschien een leuke dood. Oh, nou, ik had ook nog een mooi boek is wat ik pas las. Sien Wolders. Vlaamse schrijfster. Schreef Oogst over een groep, of eigenlijk een moeder en een dochter die uit Roemenië komen, die in Zuid-Italië in de kassen gaan werken. Hmm. Heel erg mooi. Heb je het gelezen? Okay. Nee, ik heb het niet gelezen. Dus dat is een goede tip. Ja. Dat is een goede tip. Zijn er bij jullie vragen gerezen? Waar jullie aan lang mee zitten? Die jullie aan jou willen stellen? Dat kan natuurlijk ook straks één op één, maar misschien is er nu iets wat jullie bezig houdt. Het is geen vraag, maar een aanvulling dat onze overheid ook heel lang die ongeboren kinderen niet herkende en dat het nu met trouwboekje... Nu mag het weer. Ja, en toen ontmoedigde ik dat de schildergroep een vrouw van 85 die zei, eindelijk bestaat mijn kind. Ja, maar dat vond ik ook heel belangrijk bij het schrijven. Dat je, als je nadenkt, mensen denken bij mijn generatie, nog iets jonger denken bij de 60s, dat de vrijheid kwam op een dag uit zichzelf. En dat is natuurlijk niet. En voordat er iets bevochten, of voordat iets verandert, is het bevochten. En voordat het bevochten is, zijn er zoveel andere dingen bevochten. Bijvoorbeeld. Frida Tendelo is vernoemd naar Corrie Tendelo, Tweede Kamerlid van de PvdA, die met haar wetsvoorstel ervoor heeft gezorgd dat vrouwen na het trouwen weer nog mochten blijven werken. Ik dacht altijd, dat is een soort verworvenheid, die is eigenlijk met een soort van zelfsprekendheid gekomen. Toen ik eens kijken naar de stemverdeling, en die was 48, 52, zoiets, het is allemaal kantje boord, is dat verworven. En eigenlijk als je daarna kijkt naar alles wat er veranderd is, net op dat je nu een kindje mag bijschrijven in je trouwboekje, daar zit 70 jaar tussen. En dan denk je, wat is er eigenlijk nog meer nog te verwerven en hoe makkelijk raak je het ook weer kwijt? Ja. En hoe lang duurt dat dus? Voordat mensen al zo lang aangeven, het is een menselijk bedacht ding, of iemand wel of niet kunt opschrijven. Maar dat het zo lang duurt en dat er zoveel over gehandeld wordt en het zoveel verdriet kost, Ja, ik hoef alleen maar te denken aan de Magdalena Sisters over die film. Dan denk ik echt, hoe? De kinderen die werden weggehaald en dan ter adoptie aan de Amerikaanse huis. Nou goed, oké, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar hoeveel verdriet. En dat speelde zich in Nederland ook nog af. Nog, dat is niet heel erg lang geleden. Echt niet. Nou, wat gebeurd was in de jaren 80. Ja, tot in de jaren 80. Ik wil je bedanken voor een prachtig boek. Dank je wel. Ja, bedankt voor de mooie vraag. Ja, ik nodig jullie uit. Jullie kunnen nog even met Jaap, jullie kunnen een drankje bestellen bij de bar. Maak het nog even gezellig. En dank dat jullie er waren. En prachtig. Bedankt. Dank jullie wel.